Zo, lieve mensen, een hele goede avond en daar zijn we weer. Ah, Martin er al bij, hè? Die zit natuurlijk niet meer in het korps, dus die heeft even mijn microfoon ietsje minder hard instellen. Die heeft weer tijd voor andere dingen. Ik denk dat je ook minder speelt nu, Martin, dan, of niet? Ik zie dat IJsie er ook bij is, Kars is erbij, Terry NL. En ja, Rick Games komt ook nog even buiten. En hier was ik natuurlijk geëindigd als laatste in dit hele mooie ziekenhuis, want ik was echt helemaal aan God geknald door die lui van Peaky. En dat was Radboud is er ook bij, die zegt, ik heb me toch eens iets ingekocht, joh. Ik heb jouw oude Panamera in handen, dat weet je niet. Van wie heb je die overgekocht? Wie is deze auto, anders nak ik die gewoon. Oké, ik kan eventjes, staat die open? Staat gewoon open. Oké, dit is wel nice. Dit gaat mijn rit worden richting AB. Helemaal god niet waarom dit ding hier staat. Maar ik neem deze gewoon even mee, man. Hey, Rowan. Hoe is dit, jongen? En Daniel is er ook bij. En Sykeson is er ook bij. Kevin, Justin. Iedereen zegt yo, yo, yo. Ik zeg ook yo, yo, yo. Ja, hoe gaat het? Met mezelf gaat het redelijk goed. Ik heb alweer energie om lekker even wat te gaan doen. En nu weet ik ook meteen hoe die Camacho rijdt. Want ik heb dit ding zelf nog nooit gehad. Maar ik zou deze ook wel graag willen in TDA. Dus ik ben best wel benieuwd of dit ding een beetje normaal rijdt. En hebben ze nou onderhand die weg ook al eens een keertje gefixt? Of hoe zit dat dan, jongen? Want dan kom ik zo meteen bij die afslag. En dan verdwijnen weer in een soort van sinkhole, ben ik bang. Ja, ik ben wel redelijk bijgekomen. Weet je wat het is, jongen? Er spelen ook allemaal privé dingen. En als jullie in mijn Discord zitten, dan weten jullie wel wat dat is. Dus wat dat betreft, ze hebben dit nog steeds niet gefixt, man. Dat is echt jammer. Dan helpt het allemaal niet mee. En ja, ik werd gewoon echt helemaal lijp. Vooral ook omdat Huub dus die band kreeg. Maar volgens mij heeft hij ook alweer een dikke unband. Dus is dat allemaal prima nu. Ik hoop dat ze er zelf ook een beetje uitgekomen zijn en hoe en wat. Ja, laat ik dit ding, zal ik het dan maar gewoon hier inzetten of zo? Ja, geen idee, man. Even kijken, we zetten dit. Oh, dit is zo irritant. Als je die deuren dus open doet, dan rijdt hij altijd automatisch nog door, jongen. Dat is zo lijp. Nou, uitgestapt. En door. Zeker, als jullie liken, word ik daar echt wel heel erg blij mee. Wat is hier dat ik hier niet kan lopen? Wat zit hier? Wat is hier gaande? Staat hier iemand? Kijk, ik kan hier niet langs. Dit vindt hij niet leuk. Goed. Dennis, sinds die weather update in Groningen buggen de wegen en de lucht met die twee packs van je. Weet je daar een oplossing voor? Nee, man. Want ik heb die pack eigenlijk ook maar gewoon gedownload. Die official pack. Martin is heel erg actief. Eens even kijken wat we hier hebben. Wat heb ik? Mijn pistool. Ik neem even een paar repair kits nog mee. Nee, ik weet het letterlijk niet, Anton. Ik hoop dat degene van Project Rogue die dat ontwikkeld heeft, een update uitbrengt voor de wegen. De wegen zullen denk ik niet zozeer buggen. Want ik rijd letterlijk in TDA en daar heb ik dit gewoon niet. Dus ik denk dat het echt een dingetje weer is van Groningen. Ik ben vandaag best wel lang in TDA geweest en daar heb ik letterlijk geen enkel probleem gehad met zowel de wegen als met het weer, zeg maar. Dus het zal echt een dingetje van Groningen zijn, ben ik bang. Yo, Diederman, leuk dat je erbij bent. Ja, bij mij persoonlijk gaat het best wel oké. Okay. Harm komt ook nog even binnen schuiven. Dennis, ga naar Paletto, is een gijzeling. Allemaal, Kamar, super ziek. Ik heb een hele goede pack. Heb je NVE dan, Sykeson? Want ik zit wel te twijfelen om NVE weer een keertje te nemen. En nu in ieder geval eventjes. Ik zie dat Huub er ook weer is. Misschien wil hij wel koppel rijden tot die tijd. De 30-9 is status 1 over. Oh, Huub gaat meteen vandoor. Dit is ook een zieke. Waar is Huub heen? Huub is gewoon weggegaan. Wat een lul. Huub, je bent echt een lul. Oh niet, hij is terug. Huub is gewoon weer terug. Ja, wij gebruiken Teamspeak als porto. Ja, dat is
een afspraak in deze stad. Ik zat eventjes te kijken op mijn tweede scherm, want... Noodhulp, noodhulp. Ik denk dat ik mag SIF rijden, jongens. Dat is echt genoeg. Ik word gewoon SIF. Hoppatee. Hoppata. Heb je het al van de oorlog gehoord? Ja, want mijn zwager, die was dus ook in Almere. Omdat het dus niet zo goed gaat met mijn schoonpa. Die zit bij de luchtmobiele brigade, man. Dus ik weet echt precies alles van die oorlog. En ja. Het is niet best, maar hij denkt ook dat er niet heel veel meer dan dit gaat gebeuren, zeg maar. Eigenlijk zei hij, we kunnen het Rusland niet eens kwalijk nemen. Want er zijn afspraken gemaakt en daar heeft de NAVO zich ook niet aan gehouden. Die zijn ook gewoon letterlijk de landen die neutraal zijn gaan beïnvloeden. En nu willen die allemaal bij de NAVO horen. Dus wat Rusland nou doet, is niet goed te praten, zegt hij. Maar ze geven eigenlijk gewoon eens een steek terug, zeg maar. Dat is een beetje het... Alleen hun steken terug zijn echt altijd zo bizar dat ze hele shit bombarderen. En weet ik wat allemaal. Dus hij was wel gebriefd, maar ze hoeven niet actief iets te doen momenteel. 0204, zoekt u nog een koppel wellicht of niet? Ja, negatief. Er is een bankoverval gaande. Daar moet ik zo aan koppelen over. Oké, je hebt al een koppelmaatje of niet? Een negatief krijgt de moot. Nou, op de moot hoor. Hé, hey, dat is mijn Wannemere. Ja, nee, snap. Ik kom er ook wel heen. Ja, dat is Palito Porto 2, dacht ik. Mooie auto, man. Dag, ja, ik weet het, man. Ja, lekker bakkie. Is dit echt mijn oude? Ja, wat ik weet wel. Ik weet niet meer welk kenteken ik had. Ik zou het terug kunnen zoeken, maar volgens mij is dit hem. Ja, dat zal best. Ja, het ziet er wel hetzelfde uit, ja. Ja, ik vond het wel mooi. Ik zou hem staan. Ik heb hem nooit gekocht, joh. Ik denk dat ik hem wel minstens op kan pakken. En dan raak ik hem lekker zelf. Hoeveel heb je gekocht dan? 4,95. Ah, dan heb ik nog niet eens een hele slechte... Ach, achterlijke skinhead. Ga weg met je fiets. Ja, man. Echt. Rij je eraf. Hup. Ai, nee, nou is het licht weer rood. Dan moet ik weer wachten. Ik stond hier te wachten op schoen. Oh, dan heb ik helemaal niet veel verlies gepakt, aangezien ik het gereld heb voor die McLaren, man. Ja, inderdaad. Ik had het gezien. Ik zag hem ook in eerste instantie opstaan. Ik wou hem eigenlijk kopen toen. Maar toen was hij OS. Ja. Alleen je kenteken is niet leesbaar, dus je krijgt toch een boete. Ai, nah. Nee, dit is wel prima zo. Dan ben ik weg, hoor. Ik moet richting Calamiteit 2, hoor ik, want er is iets gaande in Palito. Oei, nee, dat is een stukje rijden. Nou, succes yes. Mee. Yo, is goed, man. Is mijn beeld wazig? Ik denk dat dan toch echt aan jou ligt, Mitchell. Dan moet je even of de kwaliteit vastzetten of juist de kwaliteit niet vastzetten. En even de stream refreshen, want bij mij is er letterlijk niks veranderd. Dus ik denk dan dat die streamkwaliteit niet optimaal pakt of zo op je telefoon of op je PC. Hey Keanu, moet je niet carnaval vieren, jongen? Moet ik gratis NVE hebben? Nee, ik ben niet zo van de gratis Ethan. Als ik het koop, dan doneer ik gewoon netjes weer die 10 euro, want dat boeit me namelijk niet. Want die guy die pack maakt, die investeert er ook gewoon heel veel tijd in. Dus ik gun hem ook gewoon die 10 euro, weet je. Zo ben ik dan ook gewoon. En allemaal mensen die zeggen van, ja, wil je het dan gratis of dit of dat? Nee, ik hoef dat niet gratis te hebben. Ik vind het wel heel lief aangeboden. Maar nee, NVE en zo hoef ik dan niet gratis. En ik ben ook bang dat als ik NVE er weer op ga zetten, dat die ook weer heel erg gaat laggen. Ik had op een gegeven moment NVE op bepaalde plekken, als er dan bijvoorbeeld 2 helikopters kwamen of zo. Echt nog maar 10 fps, dat was echt niet te doen. Hoe dat dan komt, je hebt geen idee. Het is zo'n ziek zware pack. Diede, die heeft weer een kapsel naar binnen gebeukt. Op het dak. Zien jullie dat? Die een over de bak? Bij Palito is een ding gegaan. Nou, Palito is niet zo heel groot, dus ik ben daar zo natuurlijk met dit ding. Eventjes kijken wat daar nou precies gaande is. Okay, ik ga gewoon een beetje de Porto luisteren. Ze zijn momenteel zelf ook aan het overleggen over het feit dat wij niet akkoord gaan met de eis dat ze de collega meenemen. Oh. Hij klonk redelijk boos dat wij niet akkoord gaan met de eis. Hij is dus momenteel even aan het overleggen. Hallo, maar vorige keer hebben wij... Ik reageer niet in Porto, hè. Maar vorige keer hebben wij er wel akkoord gaan dat ze 1 collega meenamen en hem verderop zouden neerzetten. Toen hebben ze meteen nog een overval gestart. Dus denk maar niet dat wij nou weer een collega gaan meegeven. Mag ik hopen dan, hè? Maar ja, goed, je weet het niet. Andere persoon aan de overkant van de bank om kleding veranderd. Oh mijn god, ik schrik altijd zo.
Ik schrik altijd zo erg van die NPC's. Nou rijdt er ook weer eentje vol aan. Omdat deze auto rijdt gewoon zo snel. Ja, maar op en dan spawn op een gegeven moment die NPC's zien omdat je binnen die range bent. En dan pit ik hem snoei uit. De collega op de bank mag er gelijk weer afgaan. Dankjewel. Is er een collega op de bank geklommen? Ah ja, dat is ook niet echt handig, jongen. Dat is ook niet handig. Heb je gesolliciteerd, ja, Antoon? Bij de politie. Heftig, heftig. Even kijken wat hier verder allemaal nog. Ik ga kijken of ik als. Om me heen kon draaien. Hier rijdt wel een. Ja, het is wel een leuk autootje, maar boeit verder niet echt. Ik zet wel even mijn zwaailichtjes aan. Besef hè, dat je gewoon zo hard rijdt dat die NPC's inspannen op de plek waar jij dan opeens rijdt. Lekker man. Ja, Sasha, jij bent ook aan het werk weer, of niet? Oh mijn god, heb je weer die oranje pick-up? Die is altijd overal bij en die loopt echt alleen maar te kutten altijd, jongen. Daar word je helemaal beroerd van die gozer. Ik zie hier de afzetting al, jongens. Dus dat, dat zal het wel zijn, hè? Even kijken of ik nog ergens langs mag. En kan. Ik denk dat ik hier tussendoor kan. Kijk, dan zet ik mijn auto hier neer voor eventueel een achtervolging. Nou oké, ze zijn er dus akkoord mee gegaan. Ze laten alle hostages hier zitten. Ze wachten dus dadelijk op groen licht van ons en dan vluchten ze gewoon weg op de motors. Ja, op de motoren. 4 staat op het veld en ligt de motor ook. Hey, motoren. Dat is niet best. Hey Dennis, jongen, hoe is het? Ja, ik zie motoren. Ik zie rode motoren. Het zijn BMW motoren. Dat wordt lastig. Ja, maar die zijn ook steringsnel. Ja. Ik heb wel de SIF, daar kan ik ze misschien bijhouden. Alleen deze guys die rijden waarschijnlijk veel beter dan die SIF op de motor dan, hè? Oh, ik weet totaal niet wat er gaande is momenteel. Ik zit hier gewoon te staan. Hey, Dennis. Hey, goedenavond jongens. Nee, ik weet ook niet wat er gaande is, man. Ik kom hier letterlijk net aangereden. Ja, ik ook zelf. Ik zie dat ik okay. Oh, daar is iemand. Ja. We gaan het proberen, IC, maar ja, ik ga niet van tevoren lopen knallen. Ik probeer het toch nog zo goed mogelijk te doen. Ik heb de twee mensen op de motor en een Skyline verzorggebied verlaten. Mochten ze hier nog één keer komen, mogen ze aangehouden worden. Al zeg ik je wel eerlijk, dit gaat waarschijnlijk een achtervolging zijn op een dermate hoge snelheid. Omdat al die apparaten rond de 400 gaan. Ik zelf ga ook rond de 400. Dat ik niet kan uitsluiten dat ik iemand per ongeluk super hard desync. Het kan zelfs letterlijk zijn dat ik achter hem rij, dat ik hem opeens niet meer voor me zie en dat ik opeens voor hem rij. Weet je? Dat ik hem gewoon door hem heen teleporteer of zo. Ik kan daar niet heel veel aan doen, maar er bestaat dus wel een kans dat dit gaat gebeuren. Vooral met deze snelheden. Daar is eigenlijk gewoon dit spel niet echt op gemaakt. Maar goed, we gaan het proberen. Ik heb weer lekker even mijn bierpil met bronwater gevuld. Het kan wel zijn dat ik een beetje, moet ik daar kijken, vermoeid eruit zie, maar volgens mij valt het wel mee. Het is, het is even wat het is, jongens. We gaan ons best doen, we gaan er een leuke achtervolging van proberen te maken. We zitten met niet heel veel snelle voertuigen hier ook, volgens mij ben ik de enige die met de SIF is. Is onze motoreenheid er dan al? Yo, dankjewel Martin. En we zien je vanzelf alweer, man. Als het zover is, dan kom ik je wel tegen. Laten we hopen, Martin, dat is niet leuk bedoeld, dat ik jou niet tegenkom. Dan zou het een goede avond zijn. Even kijken, daar hebben we BE staan. Heb ik ooit een politiedienst gedaan zonder stream? Jawel, ik heb wel eens politiedingen gedaan zonder stream. En dan is het ook wel een stuk rustiger eigenlijk, hoor. Ja, wat dat betreft op dat dak kan je is dat wel heel erg beïnvloedbaar. Op het dak van de paletbank wel, er staat links een toerant volgens mij die je er tegenaan kan zetten. Ja. Dat is op het dak. Dan moet ik even mijn auto pakken, dan doe ik even... Ja, ik moest daar net het dak verlaten, dus... Even kijk, ik ga nu eventjes Martin even kijken. Het dak van het tankstation. Met ID's in de lucht. Of ooit jij mag eerst op het dak van het tankstation. Nope. Er staat een kamar naast het tankstation. Op het dak van het tankstation. Oh ja, ik zie het. Een andere persoon. Dat zie je. Persoon staat op de vlucht. Iedereen rent er ook meteen heen. Er moet niet iedereen erheen rennen, jongens. Want nou staat niemand hier bij die afzetting. Hier staat er 3 en paliet erover. Dat is de witte Brabus. Dat is waarschuwingsschoten. Ja, witte Brabus moest er al oprotten.
What the fuck, wat reed daar achter dan? Brabus nog één keer. Zagen jullie dat? Mag je meteen aan. Daarachter waar ik nu kijk, daar reed iets. Het leek wel een tank, man. Hetzelfde geldt voor een man. What the fuck was dat? Motor met een trui aan. Was dat een Camacho of zo? Of een rode motor, excuus. Hetzelfde motor als het leek als echt alsof het een tank was of zo. Die gozer draagt een. Ja, dat is nog steeds mijn been van net. Ja, ik zou wel weer spoken zien. Ja, zo bij dat witte ding. Daar reed net een groot apparaat. Mijn god, wat was dat? Ja, de 30-9 is ook te plaatsen bij de bank in een SIF. Ik sta om het hoekje, achter een heg over. Ah, positief, dankjewel. Oh mijn god. Maar niet van die... Was dat... Maar hoe kan het nou dat hier een tank is? Oké, wacht, ik ga heel even kijken. Ik wil echt weten wat de fuck daar gaande was. Als het een tank is, dan wil ik hem echt even zien. Kijken of we hem kunnen zien. Ik had echt het gevoel dat hier ergens... Daar staat hij. Niet. Zag ik hem daar? Ik had het idee dat ik hem hier zag staan. Oh nee, wacht. Dat is gewoon een tankwagen. What the fuck? Ik had het idee dat ik hier echt wat zag rijden, man. Pilonnen. Nou, het zal wel weer weg zijn. Fuck. Ja, echt hè? Er reed gewoon een tank hier bij dat treinspoor. Maar voor zover ik nu kan zien, hier... is hier helemaal niks. Ga de onderhandeling in de straat, graag kort stilte. Holy shit, waar zou die tank heen gegaan zijn? We zijn bezig met de onderhandeling, dus ik kan nog wel even rondrijden. Fuck. Het ding is ook gewoon opeens opgelost. Toch wel fijn dat jullie even bevestigen dat daar een tank reed. Ik dacht al dat ik spoken zag, maar... die tank is ook gewoon in één keer pleiten, man. Ik had wel verwacht dat hij hier ergens zou rijden nog dan, maar... Wat de hel? Nou, oké. Het zal. Tank is weg. Dat is positief. Dat moeten we hebben. Misschien heeft een mot hem wel... Evert, loop je weer te kutten met een tank, jongen? We zagen een tank net. Yo, Evert, man. Welkom. We gaan hier weer eventjes terug. Ik ben er weer. Yo, money. Oké, niet om het een of ander, heren. Ah. Maar ik zag net aan de overkant van de weg, bij het treinspoor, een tank rijden. Een wat? Een tank. Tank. No fucking tank. Ja, dat zal binnen zijn. Ik ben net wezen kijken en die tank is nu opgelost. Er is wel net een melding binnengekomen waar iemand is ontvoerd op de dam. Maar dat was wel een tank. Ik hoop niet dat die hier komt. Nee, beter van niet. Nee. We doen net alsof er niks gebeurd is, maar ik zag jullie hier zo net rennen. En ik keek zo achter mij, ik denk, what the fuck? Rijdt daar bij die kip daar nou een tank achterlangs? De regio gaat niet akkoord met de ijs. Ja, ik zat dus aan de legerbasis en in dit moment kwam er net eentje uit de hoek uitgewandeld. Holy shit. Ja, dik vuurwerk. Oh, en als tegen mij zei hij van ja, we lekker jongens, al 1440 subs man. Dat is bizar hè? Nadeel je gevolg, want ze zijn veel te goed, Dennis. Welke? Is vernomen, hebben ze niet meer. Ja, ik had het toch goed gezien. Holy shit. Ik zie nu 5 lopen. Dus het is op maar het kan dus zijn. Precies, een precies. Een klein steekje naar rechts. De bodycam. Dat er nog meer in zit. Ik ga er even om vragen ook. Is vernomen. Onderhandeling gaat weer starten. Nou, oké. De tank was dus toch. Je ziet het in Twitter. Of dit is niet meer Twitter, maar je ziet het in die berichten. Het was dus toch een tank, jongens. Holy moly. Goed dat die niet in de buurt is. Oh, het zou wat zijn als die tank hier gevuurd had, hè? Dan had hij gewoon het hele scenario verpest. Oh, dat zou zo minder zijn. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Volgens mij heeft iemand het ook geklipt, want ik zie nou in media alweer dingen voorbij komen. En inderdaad, het is inderdaad een tank. Oh, yo, ik zat gewoon helemaal niet goed te kijken, want die simpel mama, die clipt hem. En die laat inderdaad omcirkeld zien dat er een tank is. Holy shit, man.
Ja, geen idee man. Ik, ja, heel apart. Ik dacht eerst al van, nou, nah, kan toch niet de tank zijn man. Onmogelijk. Motoren cirkelen nog steeds rond het gebied. Als het een motor is met een wit-zwarte sweater aan, dan mag die rechtstreeks aangehouden worden. Oké, ik heb de onderhandelingen gevoerd. De personen zijn het eens met de eis. Eén BMW-motor. Die zit er op het dak van de bank. Lek geschoten worden. Ja, één band van één van de twee BMW-motoren mag lek. Ze gaan dus wegvluchten. 2-2 op de offroad-motor en 1 op de BMW-motor. Mm-hmm. Ze hebben wel nog één extra eis, dat is dat wij niet richten op het moment dat zij op de motoren stappen. Nou, klinkt, als ik heel eerlijk ben, klinkt best wel redelijk, toch? Wat gaat de BSB doen? Meer dan mijn moeder. Ik ga wel kijken of ik zo'n motor kan achtervolgen. Ja, maar die mannen eisen meer dan mijn moeder. Het is altijd iets. Ja. Ah ja, die rode motor kan ik op zich wel bijhouden, denk ik. Als die niet te snel stuurt, zeg maar. Dan wordt het lastig. Ja, of je rijdt hem aan zoals in Amsterdam voordat hij erop springt. Ja, dat is wel wat over medegedeeld dat niet helemaal de bedoeling was. Ja, nee, dat mocht. Maar de off-road motor, ja, dat ga ik niet redden. En ik vraag me even af, als ik hier mensen zie kijken, wie gaat dat wel redden? Nou, Amarok, maar die is te traag. Ja, nee, meneer, daarom dus. Wij hebben toch iemand op de motor, onze 0204. Ah, dat kan. Heb die een off-road, of niet? Dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb hem ook niet gezien, net. Misschien anders Zulu vragen of niet? Ik weet niet of we een Zulu hebben, joh. Er is al een tijdje geen Zulu training meer gegeven. Ik wil ook Zulu worden, namelijk. Oh! Dat leek me wel dik. En aangezien er toch heel veel mensen zijn die dat niet doen, blijkbaar. Ja, er zijn weinig mensen, hè? Ja, en aangezien ik ook al een vliegbuffet heb... Gewoon buiten de overheid om. Uh-huh. Dacht ik, nou, dan kan ik misschien best wel ook een Zulu dingetje halen. Ja, ja. Yo, Fermin, dankjewel man. Was je avond geweest, of was je niet mee? Nee, ik ben echt letterlijk vanaf half negen. Ja, dan heb je zo de typische Jeroen Wozniak. Nou, ik ga de onderhandeling starten. Oh ja, standaard. Ik ga melden dat... Gewoon blauwe, als je gewoon een blauwe R8 ziet, die kan je sowieso aanhouden. Dennis, ik zie een Sandy gaan binnen de garage een blauwe R8 ga ik melden in de poort op het moment dat ze gewoon licht krijgen, want ik moet licht zitten. Ineens kom ik daar binnen, er staat daar een blauwe R8, twee dode collega's en geen bestuurder. Ik denk, ja. Okay. Oh, heftig. Ja, Jeroen was gepasseerd. Yep. Oh. Heb je een boete gegeven op kenteken voor achtergelaten voertuig? Oh, we hebben hem 5 minuten later gepopt. Oh, netjes dan. Ja, we hebben SMG 11, of ja, zo SMG gepakt, Uzi gepakt en we gaan naar Kals. Ah, zo. Yo, I'm Sam, jongen. Ja, welkom, welkom, man. Ja, leuk dat je weer bij bent. Breinix is gegijzeld, hij zit in de bank. Eit. Ja, nee, kijk, weet je wat het is? Die blauwe R8 is zo vaak betrokken met gezeur. En dan bedoel ik dat niet per se negatief, maar die doet altijd een overval, heeft altijd wapens mee. Dus ja, weet je. Die is overal waar hij niet hoort. Daarom. Dus die blauwe R8, als ik die zie, zou ik die bijna instant willen aanhouden, man. Ja, maar je hebt ook zo die Walter, jongen. De R8 en die is hetzelfde. Die is ook zo. Die is serieus? Ook zo. Ben ik zo blind geweest dat ik het niet gezien heb? Ah, dat beloof ik voor de stream, jongens. Zo in, dat is denk ik in een Peter Vuurtoren. Oh, die guy. Ja, dat is een beetje een mattie van Jeroen, geloof ik, hè? Ja, die heeft de VTA op zijn naam, normaal gezien. Ik weet niet eens, waar is hij lid van dan? Van Peaky? Ja, ik denk. Ja, normaal gezien wel, ja. Ah. Ja, hij reed over achter Jeroen zijn kontje. Kijk, attentie, collega's. Hij heeft die witte R8, denk ik dan, of niet? Ja, en het is een motor. Hold up, voor de 0204. Ah, die witte R8 hebben we ook gepopt vandaag. Motor. Ik denk dat jij. Mocht er niet op wegkomen, dat jij die het beste kan achtervolgen. Moment, ze praten ook in de porto. Ja, gehoord. Hebben wij enig idee waar ze naar de weg willen gaan? Daarbij staat er ook meerdere personen. Oh, zij hebben ook een lijpe. En de meerdere personen achter de schaal. Yo. Holy shit. Positief. Eentje van de motor afgevallen. Oh mijn god. Oh mijn god. Sorry. Die gast is niet stoppen. Die gast heeft gold mode, what the fuck. Ik kan hem niet schieten. Eenmaal geschoten in het been. Als één collega hiervoor recht gaat, dan ga ik binnen checken. Vier personen weggekomen. Dus wacht even naar binnen gaan. Police, Kamala. Rode kamerken, passeert hij. Maak jezelf bekend, hallo collega. Ja, geschopt. Eenmaal aanhouding. Ja, persoon schiet uit het niets.
Ik kan hem niet echt pitten of zo, man. Aan de achterzijde heb ik één MAAT. Oh, hij pit mij, tuurlijk. Ze komen op halen, ze komen op. Oké, oké. De motor, hele rechting. Motor, hey. De motor is ook gekoppeld bij... Oké, ja, nou, motor is naar dat is een beetje unlucky, denk ik. Misschien is het ook een desync geweest. De motor is aan het roken, we zitten momenteel op de G-marker. Motor rijdt ja, steeds motor rechtdoor op het, richting de strand. Stad. Sif zit er ook nog steeds achteraan. Ik ben momenteel ja, even uitgeschakeld, hij pitte mij. Een, zo leek het, hè? Het kan ook zijn dat die zinkt of zo. Het makkelijker is als hem, als hij wat langzamer is, gewoon een tikje geven. Want dit gaat echt niet, niks worden zo. Ja, copy. Ik weet niet of het... het kan ook zijn dat het desync was. Dat, kan, ik probeerde hem natuurlijk... Ik probeerde zeg maar ervoor te rijden en dan te gaan remmen. Om hem af te remmen, zeg maar. Maar ja, ik denk dat het gewoon een beetje een lucky moment was. Bij de bank die deze SNS kan overnemen en 50.000 euro zwart geld. Dus ja, we gaan kijken of we er weer bij kunnen trekken. Ik heb 1 AT binnen de bank, daar moet ambulance voor komen. Waar rijdt die motor momenteel? Ja, we zijn links afgeslagen, groene bol richting de Kamar basis. Oh. Ik weet niet of de oude in ieder geval. Meest rechts. Sif is weer op de bank. Ja, we hebben de afslag genomen. Afslag genomen, rijdt rechtdoor tegen het verkeer in. Tegen het verkeer in, omdraaien zit. Is het mogelijk dat er een Zulu komt? Hij komt denk ik zo hieruit. Motoruitzicht. Denk het aan negatief. Motoruitzicht. Motoruitzicht. Er is geen piloot in de stad. Komt hij dan bij mij uit zo? Denk je? Ja, nee, 204 is piloot, maar ik rijd niet achter een motor. Volgens mij wordt er nu opgepikt door een boot. Ja, klopt. Er ligt een boot en er staat hier een BF400 zonder opzittende locatie. Ja, positief. Hij wordt zo nu opgepikt. Pier 1068. Ja, 0204 heeft zicht op de motor. Rij momenteel op dat industrieterrein bij de kerncentrale over. Oh, dat is weer een andere kant. Gaan we weer vanaf. Rechtsaf weer de openbare weg op. Kerncentrale, waar de fuck zit dat? Ik moet kijken jongens, ik ga dit niet snel proberen. Ik weet niet of we links of rechts zijn gegaan. Dat is hier. Wat is die rode motor? Weer uitzicht. Moet HRB meekoppelen of niet? Ja, hier de Delta View zitten momenteel in hun porto. Ik probeer even af te luisteren waar ze ongeveer zijn en waar ze naartoe gaan. Moet je dat HRB koppelt? Het gaat er mij om waar die boot heen gaat. Wat is... Ja, noordelijke richting. Ik probeer nu af te luisteren in een porto waar ze naartoe gaat. Wil je dat ik een boot neem? En ze daar gaan opwachten bij de Kamar Brigade. Kop aan. Je hebt niet wel net, denk ik. Rode motor, maar ja, nu wordt het dus al heel lastig om die rode motor te herkennen. Hier de 26. Yo, Willem, jongen. De rode motor bij kerncentrale is gespot bij 3056. We staan nu met meer mensen mogelijk ergens verstopt bij het tankstation. Ja, volgens mij rijden voor mij nu letterlijk. Ze gaan Sandy Brug op. Tegen het verkeer in, de snelweg op. Ik heb afslag gemist. Ze rijden richting stad momenteel. Ik heb ze gezegd. Ja, ze wisselen wellicht. Snelweg? Even kijken hoor. Ze rijden stad, Rode Zeemarken. Ja, gehoord. Jij komt straks bij het ziekenhuis uit of niet? Ik rij nu letterlijk achter ze. Ja, we gaan richting Rode B-marken momenteel. Ik heb zicht, ik rij rustig. We rijden 230. Hij draait. Hij draait weer. Hij draait nog een keer. Hij gaat tegen het verkeer in, wel richting de Rode B-marken. B-man, Rode B-marken gepasseerd. Ik rij de rechts naast. De remmen. Worden aangetikt door de andere SIF. Rijden door richting Rode A-marken. Ja, als ze onder de 100 rijden, gewoon gaat de motor. Tegen het verkeer in momenteel. Onder de brug door Rode A-marken. Dus we gaan nog steeds richting stad. We gaan nu richting ziekenhuis. Hij is weer van Reva geswitcht. We gaan nog steeds richting ziekenhuis. Afslag genomen. Hij is afslag gepakt. Hij gaat richting ziekenhuis momenteel. Afslag genomen, vraagteken? Ja, hij is nu voor ziekenhuis langs. Ja, gehoord. Loppenpark. Rechtsaf richting UWV. Linksaf bouwplaats.
richting Chinese car dealer CBR. Ja, ze proberen mij af te schudden bij CBR, nee, linksaf weer. Richting... Oh, ik ga ze kwijtraken zo. Zit in de buurt van die garbage shit. Ik ben ze wel kwijt nou momenteel, want ze draaien gewoon te snel. CBR en garbage, dat is heel ver uit elkaar. Ja, daartussen rijden ze rondjes. Ze zitten... Excuse. Maakt niet uit. Laatste locatie? Ja, ik rij nou bij Veen en Bik in de buurt, zeg maar. Ja, gehoord. Ik ben ze kwijt. Ze zijn allemaal die steegjes ingegaan de hele tijd. Meer info over de daders, over de achterbouwers. Ja, twee man op een rode motor. Dat is het eigenlijk. Eén met zwart outfit. Ja, hier ergens zijn ze steegjes ingegaan. Wat zei je? Misschien staan ze daar achter. Ze staan er op de weg. Ze staan daar. Ze rijden voor. Ze zijn bij het pompstation waar we net langs zijn met z'n allen. Ze zijn nu langs het pompstation letterlijk. Huidige locatie. Grove Street ook. Grove Street. Zijn dat de personen van de bank? Ja, positief. Goor. Wat voor motor rijden ze op? Wat hebben wij? Ja, kutgeluid ook. Oh, momenteel geen zicht. Ja, de rij is volgens mij weer langs het pompstation. Kamarsje. Nu de 2655, degene die we hebben aangehouden en het gemeten is Kees Moos. We hebben hem nu in de bank. Stap maar even aan. Nee, dat is er niet. Ja, dit is er niet. Dit is hem niet. Er zaten twee man op. Twee man. What the fuck, jongen? Wat een kut geluid met die... Heeft die motor ook? HRB staat klaar op de brug bij het snel bij Casino. Waar zullen die guys zitten, jongens? Ze kunnen letterlijk in elk steegje verstoppen hier, man. Als jullie hem toevallig naar de kant kunnen lopen van de rechter autostrade richting Sandy, staan wij klaar bij de Casinobrug voor banden te zitten. Ja, momenteel helemaal geen zicht, hoor. Maar ze rijden nog wel rondjes in dit gebied waar we nou zijn, Grove Street. We zijn met super veel eenheid, ik denk dat we wel kunnen opsplitten. Charlie, wij blijven een beetje rond de Grove Street. Ai, ai, ai. Ik ga zo meteen weer even de chat lezen, jongens. Want ik kan al heel moeilijk porto doen en dit soort shit allemaal. En dan ook nog de chat lezen, dat wordt al helemaal lastig. Wie checkt er havengebied? 39, check wel even plezier, haven. Ja, 0204 kreeg door van die motor die we zojuist had geveet hadden, dat het om de gang Kartel zou gaan die deze overval heeft gepleegd ook. Kartel, gang. Dus ze hebben iemand laten gaan. Hoe bedoelt u? UWV is clear. Die net bij de overval stonden, dat was het gangkartel? Ja, gang die heette kartel, hoor ik van mensen die zojuist werden gevoerd. Er vlucht hier een motor weg van mij richting Blokkenpark, maar er is wel een wit persoon erop. Had de persoon toevallig een oranje t-shirt aan? Een wit. Oké, nou het is even tijd om... Ja, dat geluid van die motor is irritant, jongen. Het is even tijd om wat berichten te lezen. Ik zie een heel lang bericht. Wow, dat is gay. Mensen worden geknald in benen staan. Rechter shooter gewoon weer. Eén guy buck abused. Ja, Menno, dat is letterlijk Groningen. Welkom bij Groningen, jongens. Kijk, zolang... dit klinkt heel hard, hè, wat ik ga zeggen. Maar zolang mods daar niks tegen gaan doen... Dus de goden niks tegen dat soort dingen doen... Gewoon echt keiharde bans uitdelen... Gaat dit nooit veranderen. Dit zal altijd zo blijven, tenzij er echt hard opgetreden wordt. En dat klinkt heel hard en niet leuk. Maar mensen leren het anders niet, man. Dat is het enige wat gaat werken. En dat geldt ook voor de politie. Moet je ook hard tegen optreden dan. Maar dit is het enige hoe je ze kan tegenhouden. Door gewoon... het is hetzelfde met boetes toch, weet je. Kijk, als je zelf... een voorbeeld, hè? Als je door rood rijdt en je betaalt een tientje. Dan denk je ook, ja fuck, het is maar een tientje. Ik ga volgende keer gewoon weer door rood rijden. Maar als die boete van door rood rijden in één keer €300 is, dan denk je wel van, oeh, misschien zou ik dat de volgende keer dan niet meer doen. Want dan raken ze in je portemonnee. En dat is niet wat ze fijn vinden. En hier is het dan niet vergelijkbaar met dat, maar... je moet ze wel met iets raken wat ze leuk vinden. En zij vinden het leuk om dit spel te spelen. Dus dan moet je ze ervoor zorgen dat ze het spel niet meer kunnen doen. En dan wordt het misschien normaal. Heel lang verhaal, maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, die motor is echt gewoon helemaal pleit. Waarom staan hier opeens ook zoveel auto's? Hier is toch helemaal niks te doen? Hey, no cap. Ja, ik ben alweer vol bezig, jongen. Ik zit vol energie, dat wel.
Ik ben wel iets vermoeid, maar toch ga ik er wel vol gas tegenaan, hoor. Ja, waar die motor nou kan zijn, jongen, ik weet het niet, man. Er zijn zoveel wegen waar hij een beetje kan inslaan. Kunnen nooit op eenheden afkoppelen van Kalimut T2? Nee, geen koppelmaatje, Fermin. Is niet meer verplicht, wordt wel dringend geadviseerd. Dat steeds. Twee motoren op de rechtersnelweg richting Sand, die zijn niet zeker. Eén had de witte wiel, maar kopieerd. Ik weet niet of het de juiste motor was. Ja, 39 kopieert ook. Wij blokkeren de weg. Oh, heftig. Moet ik kijken of ik daar snel bij kan trekken. Goed, dus kom ik zo bij Stadswerker uit. Ik wil even heel hard hier rijden. Op het einde van de brug van de Zeeburg. Kijk dan, ik rem gewoon te laat dat ik ja, twee, daarin vlieg. Oh, jullie hebben een verkoopdealtje daar al lopen. Prima, leuk man. Ja, die... Oh, pilon op de weg, jongen. Dat is zo kut. Die motor al gepasseerd, of niet? De motor was... staat hier bij ons. De motor is onder de brug bij Casino Gandernet. Er wordt geschoten op UV. Gedempte schoten. Gedempte schoten. Is niet ja, van... is geen niet een god. Ja, Diede, ik bedoel, het leven gaat toch ook een beetje door. En ja, weet je... Haarbeer staat er door. Wij weten al heel lang dat het heel slecht gaat met mijn schoonpa. En ja, hij wordt nou gewoon een soort van permanent in narcose gehouden. Ja, dus permanent wordt hij van de wereld gehaald. En... Wat is de status bij UWV? Ja, we hebben daar vrede mee, zeg maar. Om het zo maar even te zeggen. Het klinkt allemaal niet leuk, maar het is wel, het is beter voor hem ook. Dan kan ik het wel een soort van loslaten, snap je? Het is niet dat ik helemaal niet verdrietig erom ben of zo, maar het is voor nu is dat even goed. En laten we het ook verder alsjeblieft niet daarover hebben, want dan straks zit ik hier nog een potje te janken of zo. Voor laten we gewoon is er hier een lekker even wat, wat leuks gaan doen. Ik ook echt op een leuke stream, zoals dit soort dingen vind ik gewoon leuk. Leuke achtervolging en zo. Ja, hij is net 1 jaar voor zijn pensioen, man. Dat maakt het ook echt zo zuur, zeg maar. Of is hier een OVJ, iemand die... Hij was gewoon bijna klaar met werken, kon hij lekker genieten van zijn leven. Kan en... teamspeak-icoontje, geen reactie, is niet beschikbaar over. Want mijn doel is in Groningen, ja, zoveel mogelijk toch wel leuke RP neerzetten met de politie en wellicht wat hogerop. Dat ik DSI zou kunnen worden, dat zou mooi zijn. Of dat ik... Is er nog steeds assistent van haar benen op UWV? Ja, nee, 204 is ter plaatse, het is allemaal heel rustig hier. Ja, er staat ook, inmiddels staat er ook een god bij, dus ik denk dat het wel oké is zo. Ja, dat is goed. In de RK staat er 3. Maar was de OVJ kijk, dat is dus nodig? Jeroen. Nou, die moeten we wel hebben. OVJ is nodig op Sandy HB. We hebben hier Koos Mees. En die heeft nog openstaan vermoord. Yo. En die is op dit moment aangehouden voor gewapend kan beter, kan ook slecht. Kijk, doorslag op een AIF. Wat is er? Dus we gaan zwaar boven die 80 maanden komen. Wat is dit nou weer voor achterlijk gedoe? Sandy AB hebben over. Komt er ervan. Excuus? Wie wordt er weer neergeschoten? Hallo, bok is op van mijn auto. Ja, er wordt hier geschoten. Ja, maar is, volgens mij gaat de lieve god dat oplossen hier ook. Ja, gelukkig heb ik een bouwvakkershelm op, dus ja. Dus daarom, daarom. Ja, ik denk dat het hier allemaal wel goed komt, toch? Hebben we een blauwe Audi R8 gezocht? Ja, die blauwe R8 zoeken we eigenlijk altijd, want dat is gewoon de auto van Jeroen. En die is gewoon vuurwapengevaarlijk. Ja, hier de 0204. Volgens mij die groene R8 die ernaast rijdt, is van Peter Vuurtoren. Voor alle eenheden, die heeft wij nog worden een VTA openstaan van 78 maanden uit. Spoed voor alle eenheden. Wij worden achtervolgd door motoren. Mogelijk zijn dat nog mensen van de overval om... persoon vrij te breken. Sandy HB, graag assistentie. Ja, we komen eraan. Blijf in ieder geval mobiel. Blijf rondjes rijden rondom HB, ja, we gaan, totdat wij er zijn. Ja, HB komt als richting Sandy HB. Ik weet het, die Audi die is gewoon van Jeroen. En daar, ja, er is altijd gewoon ellende mee in de zin van overvallen, vuurgevechten, et cetera. Dus ja, die moeten we sowieso in de gaten houden. Maar ja, voor de rest, hij mag ook gewoon zijn ding doen. Ja, personen zijn nog steeds met Sandy, wacht ons op bij garage, wij blijven mobiel. Ja, het is vernomen, momenteel rijk bij de rode B-marker. Wij staan nu veilig in de garage bij HB, maar we willen wel graag assistentie. Ja, we komen eraan. Ja, ik zou het nog niet naar buiten gaan, want ze wachten jullie op. HB staat te steun. Is vernomen. Wij zitten in de garage van Sandy HB te wachten tot wij veilig door kunnen. Momenteel heb ik de afslag. Hebben jullie arrestant of niet?
positief. Ja. We hebben Coast Mace, of Mace Coast, een van de twee was het. En die is aangehouden voor de overval. Ja, dat is gewapend. Is al zijn communicatie afgenomen? Positief, dus meteen naar de arrestatie hier. Danny ja, Airfield, 1 minuut. En op 204 passeert nu de C over. Ik stel voor dat de persoon gaat verhandelen op KMR-basis. Ja, er staat hier een rode motor. Jullie kunnen in principe de garage uit, want er staat genoeg man omheen. Ja, precies. Jullie kunnen via de achteringang naar binnen. Ik heb de achteringang. Als het een gevaarlijke verdachte is, is het best voor de KMR-basis. Wij gaan nu met persoon de garage uit en we gaan snel via de achteringang naar binnen. Deur is open. Yo, Dennis. Yo. Let op hoor, hier rijden nog een aantal motoren rond. Ja, ja, daarom. Oppas. Dat is af en toe een broodje bij. Rustig. 1 minuutje, ja, 10. Ja, ik heb niet zo heel goed besef van tijd in dit ding, jongens. Dit ding gaat zo knijterhard. Hey, lekker jongens, we zitten al op de 1444 subs, man. Ik wou zeggen, laten we even de 1450 aantikken deze stream, maar ik denk wel dat dat gaat lukken. Daar heb ik wel vertrouwen in. Hé, hey, ik zie hem. Ja, het gaat wel lekker, jongen. Ik heb het allemaal even een beetje een plekje kunnen geven, hè. Wat ik allemaal gedeeld heb met jullie. En ook van vorige keer. Sorry nog, jongen. Vorige keer was ik echt heel erg irritant en boos en weet ik wat allemaal. En nu ben ik weer iets enthousiaster. Omdat ik ook gewoon lekker mijn ding kan doen. Ik kan lekker rijden. Leuke achtervolgingen. Leuke shit. Ja, dat vind ik wel, mooi. Jeep Track Hawk heeft meerdere waarschuwingen. Zodra hij dichter komt door een nul waarschuwing, zal het worden oplost. Ja, is vernomen. Ik ga er met de SIF in de buurt staan, dan kan ik achtervolgen. Jeep Track Hawk rijdt richting HB motor. Ja. Rode motor met een guy in het wit en met zwart. Passeert ook HB. Meneer. Goeiedag. Was in de stad een zaak, wordt de verdachte hier afgehandeld op Bekkenbarm. Waar kan ik je mee helpen, jongen? Waarom is het hier zo druk? Nou, hoef je helemaal niet te weten, toch? Waarom sta je hier? Laten we het daar eens over hebben. Benieuwd waarom er zoveel politie is. Nou, hey, weet je, ik weet het goed gemaakt. We draaien even om, 180 graden, en we rijden heel hard weer Sandy uit. Want u hebt hier blijkbaar niet zoveel te zoeken. Alsjeblieft, dank u wel. Joep. Ja, nog een keer 90. Kijk, goed. We kunnen zelfs rekenen. Goed zo. Die man rijdt bijna. Ja, gaat helemaal goed, toch? Dat is je eigen collega die je bijna onder de pannen rijdt. Wat wou je zeggen? Dus, ik zeg, dat is je eigen collega, hè, die je bijna onder de pannen rijdt. Ja, ik kan net zeggen. Nee, hier, deze wil zeggen, en terecht. Oh, ja, dat is een hup, jongen. Maar dat zeg ik altijd. Fucking hup, jongen, ouwe. Ja, trouwens, die... Yo, ik ben echt een grote fan. Ik heb nooit kunnen typen in verband met mijn YouTube, maar heb een Discord, dan geef ik je Discord een boost. Ja, man, ik heb wel een Discord. Als je even uitroepteken Discord typt, of gewoon even een aantal minuten wachten, komt er vanzelf spam voorbij met mijn Discord link. En die kan dan joinen. Moet je even verifiëren en dan kan je typen. Nee, bijvoorbeeld Dennis' gezicht, daar mag ook wel plastische chirurgie overheen. Man, geef die man eens even zijn haar. Ik heb Dennis nog net gezien, dus ik kan er geen antwoord op geven. Nee? Oh, dan moet Dennis even uitstappen. Kijk dan. Wat is hier mis, mijn vriend? Je mist gewoon echt wat haar daar, zeg maar, boven je baard. Hij heeft verkeerd geschoren, denk ik. Jullie zijn dat groeit niet meer terug, hoor. Dat is al een hele lange tijd zo. Dit heb ik laten weglezen om deze look te kunnen aanmeten. Oh ja, dat is best is zo'n look hebben. Je lijkt iemand van New Kids, man. Maar het is altijd nog beter dan dat je je gezicht moet verbergen achter een helm. Daarom staat hij ook open, Dennis. Kijk, en die van die andere guy niet, die heeft zelfs nog helemaal een masker erop. Ja, die heeft zelfs nog een gezichtsbedekkende kleding. Maar die andere guy vuurt me niet, jij wel. Dat is irritant, Huub. Die loopt me keihard te vuren. Ja, ik wil ook niet zomaar. Vind ik niet leuk. Maar dat ben je gewend, hè. Ik heb ook een naam, hoor. Ja? Oh? Ja, nee, want je bent Tim S. Je bent anoniem. Nu ben je anoniem. Eén van de twee. Nee, ja, ik ben me niet duidelijk. Mijn naam zo letterlijk vermeld in de poster, dus dat boeide. Tims ben jij. Tims. Ja, Tims. Tims. Ai. Nou, dit is ook weer het tevreden klant, denk ik, of niet? Zou wel lekker warm in het cel zitten momenteel. Ik ben benieuwd hoe Oekraïne gaat. Warme chocomel met slagroom staat er ook. Ja, jij bent hier eentje op de motor nou, Huub. Er zijn helemaal niet zoveel mensen die motor rijden. Nee, ooit ben ik al maar ook niet, hoor. Er zijn, ik heb natuurlijk maar vier motorrijden.
maar er zijn in totaal in de stad echt gewoon 15 agenten slash marechausseeleden die motorrijden. Ja, klopt inderdaad. Maar ze rijden het niet. Veel. Maar ik denk dat het gewoon is dat ze niet zo... want ik heb in de middag wel eens dat ik gewoon 3 motoren op één moment in de dier. Lekker man, Diede. Ja, klopt. Ja, nee, ik heb een... Ja, ik probeer zoveel mogelijk interactie met de chat te houden. En ik zag hier TDA, Katsuru, Izanagi. En die ken ik dan niet. Dus dan vind ik ook nieuwsgierig welke mensen er dan bij komen. Net zoals Walti007 zie ik ook niet vaak. We gaan binnenkort hele leuke dingen. Nee, zijn we nu al genoeg mensen in de motor in? Dat is een valstrik. Hij zegt altijd, we gaan hele leuke dingen doen. Hij doet nooit wat, jongen. Hij was laatst gewoon... We gaan de trainingsweek in, hè. Laatst was hij zomaar gewoon een maand weg, hè. Komt hij gewoon niet opdagen. Een maand lang, hè. Besef. Lekker voor je. Lekker voor je. Sparte bladzijden in het leven van de motor. Wat is? Ja, dan ga ik weer in status 1, man. Gaan we rondjes rijden. Ja, 6 is echt wel mooi van politie. Dankjewel, man. Ik bij jou instappen, Dennis. Oh, ja, is goed. Dennis, niet eens dat hij van jou is. Ja, 6. Ja, ik ben altijd trots, jongen. Kijk, het mooie is, dan gaat Huub gaat zo zijn motor inleveren, dan ben ik al lang weg, jongen. Ik wacht gewoon. Nee, Dennis, Bas. Dennis, wordt jouw bodycam nu momenteel geüpload naar de service? Jazeker. Van de politie, hoor. Ja. Ik kijk al een aantal mensen wel, hoor. Oh ja, ik heb een McLaren 600 LT heb ik, man, als daily driver achter dingen. Ik ben gewoon een soort royalistic in Groningen ben ik. Alleen dan in het rood. Ik ben blond. Griep. Maar misschien komt dat wel door die hersen. Hé, hey, Huub, zet je brommer eens even weg dan. Hé, hey, joh! Wat incapabele gast is het ook. Twee keer crasht hij ze wat al, hè. Oké, hier liever de A6 of... Hij is ook nog boos ook. Ja, nee, flikker op. Je zet hier gewoon klem, je kan niet eens weg met je motor. Opgegeten. Je kijkt al een half jaar, dat zou best kunnen, man. Ik stream denk ik iets van 10 maanden of zo. Mike. Ik weet jou niet goed hoe ik jouw naam moet uitspreken, man. Dan zie ik Mike F. K. Dus ik denk Mike van K of zo. Dit vind ik ook seks. Wil je nog even een... Oh mijn god. Die tepels komen er ook uit bij jou, dat is heel fout. Hey, let's go. We gaan hier echt weg, dit is niet goed. Moet jij nog even zwaar vest pakken, of niet? Oh, ik denk dus dat eigenlijk de situatie wel klaar is. En dat we gewoon lekker verkeer gaan draaien. Ik doe mijn zwaar vest weer uit dan. Ja, precies. En als we gewoon straks weer terug moeten komen, ik bedoel 5 seconden werk. Wat zit ik allemaal te doen hier? Zwaar vest uit. Wat Hey Joost jongen, kom je ook nog in dienst vanavond, Joost? Mo komt er ook nog rond. Nou, ga met die. Uurtje of 10 of zo. Nee, ga met die A6. Ja, ik mooi. Alleen dat ruimt dan weer niet. Maar zoveel bugs zie ik niet met de lucht, man. Met. Oh mijn god, die gaat heel hard. Ik weet precies wie dat is. Als hij nou staat hij natuurlijk stil. Stel voor dat u even daar DSI voor gaat vragen. Want als er wapens gespot zijn, kan u beter het zeker of onzeker nemen. Was dat niet, Jeroen? Zo. Zo, ik krijg even de schrik van mijn leven, man. Kijk, deze twee guys. Die gaan nou MEF doen, dat wordt interessant. Ja, er staan hier ook weer allemaal busjes, hè. Wat? Zie je wat er gebeurt? Hè? Oké, wacht, ik ga kijken wat daar is. We gaan even een stuk off-road. Even checken wat er aan de hand is. Ik wil even kijken wat daar gaande is, hoor, met dat ding. Ik ga gewoon even off-road erheen rijden. Niet lopen zeiken, alsjeblieft. Ik wil even weten wat hier aan de hand is. Kijk, Hier is opeens een Camacho. Hier staat dat ding ook gewoon letterlijk. Wat de hel? Zag je het gebeuren? Ja, medische zorg nodig of zo. Nou ja, ze zitten denk ik niet erin. Ze zijn met die Camacho weg. Hier. Even vragen wat hier... Yo, gaat het goed hier? Gaat alles goed met u? Ja, ik weet niet wat dat was bij Nee, jullie vlogen hier een soort van heen ofzo. Jullie vlogen 10 meter de lucht in ofzo. Yo, gekke storm hier al, man. Moeten jullie nog even terug naar de garage ofzo? Oh. Ja, dat gaat niet, dat is helemaal kapot. Nee, maar moet jij even... Oké. Heel apart dit. Vaag. Ja, oké, nou dan ga ik ook... En door. Ja, nou ik weet dat ik hier niet of rood mag, maar dit was zo apart dat ik even wilde checken hoe of wat, man. Oh, dit was meer even een bukje bekijken. Ja, ik weet niet, misschien was het een tovenaar of zo, weet je. Ja, precies. Hey Sam, jongen! Oh,
wil zeggen, links of snelweg. Oh ja, we moeten natuurlijk snelweg op. Wacht, daar komt de eerste auto aan. We kunnen ook de binnenweg nemen bij La Fuente. Daar rijden heel veel mensen zonder rijbewijs. Dat is echt geen grap. Ja, dat zijn die Hier moet je hierheen. Oh, je hebt een waypoint staan. Oh ja, wacht. Niet, ja, ik heb er meerdere. Hier ook. Ja, als je rechtdoor rijdt, dan zit je op een provinciale weg, zeg maar. We moeten alsnog draaien, wat irritant. Dat hoeft helemaal niet. Nee, rechtdoor. Ja, precies. Je kan ook gewoon voor de gevangenis. Ja, precies. Ja, precies. Dat ding. Serieus, dat geluid van die motoren, dat klinkt zo kut. Toen jij net bij me zat, was het ook alsof je een van de kermisattractie had, jongen. Dat is echt niet normaal. Ja, maar dat is de Amerikaanse sirene of zo, wat je dan hoort. Ja, maar die is fucking kut. Hoor je... alsof je een krakende deur hebt of zo. What the fuck, man. Ja, maar dat krijg je als je alleen je lamp aanzet en je... die sirene zeg maar, uit dan. De range binnen bent gekomen van het gehoor zonder je sirene aan te hebben staan. Dat is echt brak. Ja, nou joh. Er zijn nou ergere dingen, zeg ik dan. Was je er net dan, Martin? Ik heb je niet gezien. Ik heb je echt niet gezien. Blackhawks met wapens. Katsuru, het is helemaal aan jouzelf om te bepalen of je hem wil boosten of niet, man. Ik reed hier rustig met mijn motor, stort ineens een helikopter neer voor mijn neus. Ik denk, shit. Ja, kan gebeuren, toch? Je bedoelt deze weg, toch? Hier rijden veel buizen zonder... Hier rijden heel veel vrachtwagens en quads met mensen... Ja, precies. Zonder kenteken. Nee, zonder rijbewijs. Wellicht ook zonder kenteken. Ik weet wel dat veel vrachtwagens hier rijden opeens. Ja, dat is ook een ding een beetje. Ja, ziet, ik weet niet wat ze denken bij het salieren, maar ik denk niet dat een taak voor ons is, Dennis. Wat is er aan de hand dan? Ja, ze hebben een wapen gespot daarbinnen en ze willen gaan invallen. Ja, maar wij zijn verkeerspolitie. Dat is toch raar? Daarom. Wij kunnen alleen erbij staan voor een snelle vluchtauto of zo. Weet ja, wel. Maar het gaat om het invallen om te kijken of ze wapens kunnen aantreffen. Ja, sorry. Ja, nee, dat is niet echt voor ons. Nee. Kijk, deze kunnen we even controleren. Precies. Waar is de trailer eigenlijk? Weet je waar je die dingen ophaalt? Want jij hebt al die banen geprobeerd. Ja, ik weet wel waar je die ophaalt. Oh, je gaat ook meteen midden op de weg stoppen. Hij is kapot. Ik zet wel even een kleine afzet op. Goedendag meneer. Je bent momenteel niet te horen. Ik hoor jou niet. Misschien dat je even je stembanden kan fixen. Dat zou je ook kunnen doen middels dit. Als je dat dus zou willen doen via de T-speed, dan kan ik je wellicht wel horen. Ja, die heeft er wel. Er is ook een speciale rol als je abonneert op mijn YouTube kanaal. Als je donatie gooit, zijn allemaal speciale rollen voor in principe, man. Je moet echt helemaal zelf weten. Kijk, Huub? Yes. Hij reageert niet. Oh, meneer. Goeiedag. Hoort u mij? Hoor je me nu wel? Ja, we horen je. Kijk. Juist. Hey, even een vraagje. Ja. Waar is jouw trailer heen? Die heb ik al bezorgd. Ah, die heb je al bezocht. Okay. Hey, de agent. Heren, rijden jullie even door. Mag ik alleen even een foto met die agent daar? Ik heb al veel foto's met hem en ik wil zoveel mogelijk. Ik spaar ze. Oh mijn god. Ja, dan wil ik jullie wel eerst fouilleren. Ik heb geen zin in een pistool in mijn kop. Ah, oh, dat is jammer. Kunnen we jullie fouilleren, jongens? Ja, is goed. Fouilleer me maar, joh. Oké, deze man ga ik eerst fouilleren. Vanwege mijn eigen veiligheid, hè? Ja. Oh, wow, gewoon nog een selfie. Oké, ik pak wel even dat geld van je af, man. Ik heb het nodig. Homo. Wacht, heeft hij het echt? Natuurlijk niet. Nee, laat maar, nee, ik zou hem ook niet vertrouwen, hoor. Dat nee, maar dat geld is voor mijn motor. Nee, ik heb het niet gepakt. Oké, is goed, jongens, is goed. Maak die foto maar dan. In ieder geval, meneer, is hij kapot? Met de enige echte Dennis. Oh, wat zeg je? Weer yes. Kapot de trek. Nou, dit is mijn derde foto met jou. Heeft u al de ADD ingelicht? Nee, dat wou ik net gedaan. Ja, dankjewel. Ik ben weer vandoor. Jouw motor, mijn motor. Oh, laat maar, hij is niet op slot. Oh, sorry. Oh, is goed, Katsuru. Wacht even. Vind jouw naam wel moeilijk? Wacht, ik doe even zo. Ja, dat weet ik. Dat is gewoon een grapje. En dan pak ik even de foto. Zoiets? Duimpje erbij. Hoppa, wacht even. Mooie foto, joh. Yes, ik heb een foto. Ja, dat dacht ik dus ook, Fermin. Ik nog een fijne dienst. Yo, hetzelfde. Ik heb je lelijke paard aangeraakt. Ah, gadver. Oké.
Had hij een rijbewijs? Of niet? Er is zojuist melding gemaakt ook. Nee, ik zie hem. Je krijgt geen mod voor donaties. Dat, nee, dat zo werkt het gewoon niet. Ja, gehoord, dank u wel. Hey, Huub, wat weet je over hem inmiddels? Niks. Had je een rijbewijs, vriend, of niet? Ja. Nee, dat is niet. Mag ik hem even inzien? De 18 en dag 30 staat, is 2 naar de laatste melding. Jamie Feintjer? Ja. Oh, uiteraard heb ik de mails weer niet ingelogd. Dat gaan we weer heel snel doen. Nou, laten we het eens even opzoeken. Heel snel, ik zit er al in. Feintjer. En dan zoeken we. En wat hebben we dan? Oké, je hebt wel een probleem, meneer Feintjer. En daar ga je ook een boete voor krijgen. Waar krijg ik een boete voor? Jij rijdt zonder geldig rijbewijs. En dan zie ik wel dat jij een B-rijbewijs hebt, maar je hebt niet je C-rijbewijs. En die is wel nodig om in deze vrachtwagen te mogen rijden. Oh, dat wist ik nog niet. Nee, ja, dan wordt dit een hele dure les voor je. Ik moet hem helaas ook wel geven, want dit is dermate gevaarlijk. En dat kan je ook misschien wel een beetje zien aan jouw vrachtwagen. Je beheerst hem niet echt goed, want hij is nu ook in één keer uitgevallen. Dat kwam omdat mijn wielbergs... Ja, oké, okay, dat is... Ja, precies. En dat kan dus komen doordat je geen rijbewijs hebt. Dus die boete ga je van mij helaas wel krijgen. Ja, verder is het wel even zaak om de ANWB op te piepen. Heb je dat toevallig al gedaan, collega, de ANWB? Ja, die is onderweg. Die komen waarschijnlijk met een takel om hem weg te takelen. Nee, die komen even... Oh, die komen wel maken, oké. Okay. Even kijken wat ze kunnen fixen. Oké, okay. Kan je de motorkap opzetten van het ding? Om eventjes ANWB al een beetje te helpen. Maar ja, dan is die straks gemaakt. Dan mag hij alsnog niet wegrijden erin. Nee, dan hebben we hier links. Moeten wij hem. Ah, kijk. Daar. En daar zitten we hem dan even neer, denk ik. Ja, daarop. Ja, of ik rij hem weg, dat kan ook. Ja, daarom zetten we hem gewoon even daar. Maar als de ANWB hem zo meteen maakt, mag je alsnog niet verder rijden, natuurlijk. Je moet dan even bij het CBR je vrachtwagenrijbewijs gaan halen. Oké, maar wat moet ik dan met de vrachtwagen doen? Ja, die kunnen wij voor je wegrijden. Oké. Wij kunnen hem of eventjes hier neerzetten, daar op de oprit, daar is wel veel ruimte. Ik weet het wel, laten we wegtaken. Ja, maar ze gaan hem niet wegtaken, maar ze gaan hem repareren. Dus ik kan hem ook rijden richting vrachtwagendepot. Dat is ook geen probleem. Alleen ja, jij hebt even een probleem, want jij moet hier wel wegkomen. Dus je kan wel bij ons even instappen dat we jou naar het CBR brengen of zo. Dat zou wel fijn zijn. Ja, laten we dat maar doen. Nou, dan hoop ik wel dat die man van de ANWB even... Ah, daar komt hij. Yo. Ik heb nieuw nieuws. Oh, nieuw nieuws. Ik krijg van Bob, onze ANWB-vriend, te horen dat hij niet te maken valt. Dat kan hij nu al zien. Oh. Dus hij gaat worden afgesleept, meneer. Er komt toch een takel. Ja. Oh, Bob heeft ook inzicht. Ja, joh. Die komt aanrijden, die ziet direct... Oh. Ja, die ziet zo'n grote rookwolk, dat gaat hem niet worden, denk ik. Nee. Kijkt ook, mag nog de brandweer inschakelen, zo meteen. Zwarte rook, hè. Niet mooi, daar is iets aan het verbranden. Ja, snap ik. Wil je dat weghalen? Postcode aan. Wat moet allemaal aan het doen dan? Ja, geen idee, je gaat op auto's klimmen en zo, heel gek. Wat vind je? Ah, je hebt de boete al betaald, zie ik. Kijk wel een beetje uit, want je staat in principe nog op een rijbaan, ook al wordt hij wel geblokkeerd. Nou, meestal is hij bars afgesloten. Zij wat? Ik was het. Of je even mee wil lopen richting het gras. Nee, je staat nog een beetje op die rijbaan. Dus word je voor je paas aangereden. Nee. Bob, hoe heet deze Bob? Bob de Bouwer. Xiam is dit, denk ik, toch? Of niet? We gaan eens even kijken. Wat is hij allemaal aan het doen? Hey Bob, gaat het hier of niet? Bob, het is Jos. Oh, het is Jos. Hij zegt Bob. Ja, Jos. Nee, is Bob. Dikke BMW, jongen. Dat is Jos. Wil ik kopen? Ja. Nee, is niet echt wat voor mij, man, zo'n BMW. Ja, voor mij ook niet. Hé. Hey. Ziet er wel dik uit, dat wel. Ja, daarom. Dikke BMW. Jij hebt een takel geregeld, of niet, collega, wou ik zeggen? Ja, die komen er normaal aan. Oh, je bent ook wel een beetje collega aan. Die hebben een kapotaanmelding. Ah, helemaal top. Het is groen. Allee, joe, hè. Joe.
is een maatje van me. Hoe zag jij dan dat hij al niet meer te maken was, omdat er zoveel rook vanaf kwam? Je kijkt, je ziet de rook hier van ver al aankomen. Ja, dan gaan jullie het niet eens meer proberen te maken, nee. Nee, vooral zo'n vrachtwagens, ja. Ja, oké. Dus ik ga waarschijnlijk met de dieplader komen, ik ga wel even in Porto. Ja, nee, helemaal goed joh, neem je tijd. Wij gaan in ieder geval hier nog wel even blijven staan, net zolang totdat het opgelost is. Weer zo mijn lood op de fiets ook, hè? Snap ik, ja. Nee, man. Jullie hebben het goed afgezet, dus ja. Ja, met dank aan Huub. Die heeft dat helemaal gefixt. Ja, nee. Kan die man wel, hoor. Ik ga even kijken op mijn tablet, want... Hey, mensen, welkom allemaal bij de stream, kijken, jongens. Maar... 60 kijkers zie ik. Dat is voor mijn doen echt wel enorm veel. Hoeveel dat de taken nog onderweg is. Ja, top. En hebben jullie allemaal eventjes al geliked en zijn jullie al geabonneerd? Want dat zou ik echt enorm waarderen. We zijn op zoek naar de 1500 subs. Doen we een leuke giveaway. En dan kan ik hopelijk ook weer wat mensen blij maken. En dan kan ik mijn succes ook een beetje delen met jullie. Al helpen jullie mij al heel erg goed. Ja, de taken moet zo, kijk, hier is hij. Massief te kijken. Kijk, dan komt die takel aan. En dan moeten ze hem hierachter gaan zetten. Dat ja, ik weet niet wat ze gaan doen. Ja, ik denk dat ze hier achter. Ze gaan hem opladen, man. Ze gaat het niet meer herstellen. Dit is wel dik, hoor. Dit is wel netjes, jongen. Ziet er wel vet uit, man. Ga hem hier zo optakelen, denk je, of niet? Nee, ja, weet ik, Pieter. Maar die guy gaat zometeen waarschijnlijk de snelweg op. Collega. Dan tieft hij zijn ding. Tieft hij gewoon daar neer. Op de... Ja, dit ding is al... Lekker, Tommy. Jij bent echt... Ja. Helemaal goed bezig, jongen. Zelfs een belletje ook nog, ja. Ja, joh. Samen eigenlijk. Dat belletje... Maar Rijkswaterstaat gaat het verder redden met de afzetting. Zo, dat is natuurlijk... het is sowieso niks is verplicht, maar dat belletje is al extra luxe, hoor, als je die aanzet. Even kijken wie er zijn van de Rijkswaterstaat. Jij bent van de RWS, deze meneer in het oranje. Ja. Wie ben jij? De RWS. Ik ben Anton Walker. Anton Walker, nooit van gehoord. Oh, dat is waarschijnlijk familie van die Klaus. Die ken neem ik deze man mee naar depot? Ja. Nee, je mag... Ja, die met die oranje en die andere oranje, die mogen mee. Oh, Oh, dat bedoel je? Oh, die andere guy. Ik bedoelde hem eigenlijk. Oh, ja, die mag ook mee. Neem hem maar mee. Nee, hij mag niet mee, want dan gaat hij weer rijden in die vrachtwagen. Hij heeft geen rijbewijs. Oh, ja, dan mag hij mee naar het depot. Dennis, hij wil graag naar het depot. Oh, wilde? Ja, maar dan gaat hij weg in de... misschien als hij een auto heeft. Ja, maar ja, dan ANWB weet dat hij niet weg mag rijden ermee. Nee, dat weet we wel. Ik weet het, Diede. Dat was de grap ook juist. Je blijft staan is ook niet echt de optie. Gaat op de snelweg wandelen. Ik mag naar mijn rijden we naar het depot. Oké, ja, helemaal top, jongens. Jullie hebben het, ik moet zeggen, jullie hebben het heel netjes afgezet ook. Snel gekomen ook. Top, man, jongens. Ja, toch? Dik mooi, kunnen wij er weer vandoor. We hadden gelukkig altijd rustig. Dan gaan wij jullie je werk laten doen. Hele nuttige dingen gaan. Zie je me? Lekker, man. Agent. 102 staat te zeggen. Ja. Mijn motor is net gestolen. Oké. En nu? Kunnen jullie door dan kunnen doen? We kunnen in ieder geval kijken wat voor motor je hebt. Dat moeten we dan even. En je kenteken moeten we even weten. Ja, die kenteken die hebben ze dus eraf getrokken en zijn ze mee weggereden. Oké, okay, wat voor motor is het dan? Een BMW-motor, status 4. Een rode? Rode BMW-motor. Rode BMW, oké, okay, maar wat? Ja? Wat is er dan? Noodknop? Oh, oké, dan moet die gestolen motor even wachten. Nee, 204 en de 309 status 2 noodknop. Oh, ik had het niet gezien. Kunnen zij nou ook pilonnen neerzetten? Kan ANWB ook pilonnen neerzetten? Wat is Lucas in de noodknop? Lekker! Even omhangen, het is Sandy AB. Sandy AB. Oh, die de 6655 met die deze mensen die rijden gewoon weg op helpen. Was er al een beetje bang voor? Ja, zwarte. Hey, mist. Hij wilde niet in. Oh, dat is wel. Wat is er exact gebeurd? De 18 en de 30. Yo, Mr. Nick. Volgens mij zei ik dat net ook al. Dat zeg ik gewoon twee keer. Zeg gewoon drie keer. Yo, Mr. Nick. Drie keer. En jullie jongen, ben je er ook, man? Ben je wel even bij Veen en Big, maar het heet nou Veen Automotive, hè? Nee, Matt is de 12, die stijl. Oeh, schoten ook nog. Maar het schoten zijn helemaal de andere kant op. Hè? Ja, wij rijden noodknop. Dat iets ja, wij gaan noodknop, toch? Ja, er is iemand neergestoken, blijkbaar. Oké. Maar die daders zullen nog wel in de omgeving hangen daar. Ja, die komen altijd even kijken, hè. Dat is een soort van eigenschap even van... Even kijken of ze wel echt doodgaan, weet je.
Ik wil eigenlijk graag links passeren, maar dat gaat het vandaag niet worden, denk ik. 50 hebben we toevallig de ID's van de vijzel net wat ik herkende er een van en degene die had gestoken. We rijden even door, gewoon via de andere kant. Ja. We gaan via de andere kant erin rijden. Maar voor politie. Heeft bericht. Ik heb zelfs een noodknop binnengekregen. Hebben jullie daar misschien meer informatie over? Sandy HB. Vernomen. Ja, het zou gaan om een kamer, collega. Deze is vermoedelijk meer gestoken dan wel neergetrapt. Kijk, dan houden wij het een beetje het overzicht vanaf deze kant. Dus altijd iets minder chaotisch. Nou, ik vind die Sandy sowieso echt altijd... Jawel, maar als je nog langs die parkeerplek rijdt, dan zie je helemaal niet meer wat er allemaal gaande is. Kijk, dit lijkt op zich wel redelijk goed. Het is aan de achterkant. Is er nog informatie over die noodknop? Dat straatje meepakken. Wat staan ze hier bij die winkel te doen dan, die twee guys? Ik denk een banaantje kopen. Ben jij dat, Martin? Jij bent dat, hè? In die winkel. Oh. Geintje, Antoon. Oh, oh, oh. Dat is een grapje. ja, het ziet er wel redelijk... Maar hoe kan iemand hier nou een Kamar-eenheid neersteken? Vraag mij oprecht af. Er zitten zoveel mannen omheen. Hoe is dat gelukt? Dat is wel heel bij de hand ook. Ik bedoel, mensen die gaan gewoon om het hoekje staan daar. En je hoeft maar één voet buiten te zetten en je ligt op de grond, hè? Dat is ook knop, vraagteken. Ja, momenteel is dat wel onder controle, volgens mij. Wat was er gebeurd? Ja, Kamar lid was neergestoken bij Sandy HB, maar wij staan er nou met heel veel eenheden en we zien niemand. Kijk die motor dan, Dennis. 2615. Welke, die van de Kamar? Ja, mooi ding. Die is wel mooi, hè? Zit volgens mij een collega in dat gebouw. En dan gaan wij daar ook aan koppelen, wat is de locatie? Locatie is postcode 9022. Ik zie op mijn radar dat er een collega in Daar is niks bezig meer. We zijn daar aankomen. Verdomme. De mensen weggaan, lagen twee dode personen met schootkop en het hoofd. Ja, 21 hier voor de eenheden bij de noodknop. Was een kamak gelegd, heb beurzeloos gestoken. Oftewel, er is weer helemaal niks aan de hand. Precies, hè? Ja. Nou ja, er was wel iets aan de hand. Bij de docks. Nou, dan gaan wij gewoon even snel weg rijden, toch? Ga ik naar Porto... Stad maar, hè? Ja, of... Ja. Laten we maar Sandy doen voor de netheid. Schotenmelding. Nou ja, ik vind een beetje stad zit eigenlijk iedereen in volgens mij. Ja, dat is het ook. Ja, daarom zei ik ook eigenlijk stad, maar het is niet helemaal correct van waar wij rijden, zeg maar. Ja, nou ja, iedereen die zit in de stad. Ik ga ook wel start. Dan kunnen we sneller koppelen. Ik kopieer het ook. Daar te kopiëren ook. Ik ben stad. Rijd je volg ons dan? Rijd Waterstaat? Nee, gewoon AWB. Maar die ga ik niet bekeuren. Nee. Auw. Ik had er laatst één. Ja, we hebben één keer heb ik het met Johan gedaan, maar die nam... Dat was met jou volgens mij. Oh, dat kan ook, dan was het met jou, maar die reed letterlijk van heuvels af en zo. Oh ja, nee, daar was ik ook bij. Ja, die hebben we inderdaad, die heb ik wel even aangesproken, maar die was ook maar al... Nee, dat was met Bas, dus we hadden we een AWB hier laatst. Zochten wij nog de echt, blauwe rijdt... Audi erachter en de alles wat je uit de grond kan rijden, reed die uit de grond. Kijk, begin van de avond. Hoor je dat, Huub? Blauwe R8. Ja, eigenlijk zoeken we die altijd, hè, de blauwe R8. Ja, die zoek je iedere avond. Niemand hier die er iets Peter Vuurtoren, die heeft een VTA. Ja, blauwe R8 zoeken we altijd, want daar is een vriendje ervan, is Peter Vuurtoren, en die heeft een VTA open. Dus dat rijdt sowieso bij me. Positief. De groene RS, de groene R8, die wordt zeker eens op. Dus de matgroene? Ja, die ja, matgroene VTA. Die staat op UV, met de die blauwe heeft R8 een grote VTA open. Er staat dus 2. Die 6 staat dus 2. 31 staat 2. 39 ook staat dus 2. Die heeft een VTA voor een moord op 4 agenten. Ja, staats 2. Ik stel voor met getrokken pistool voertuig benaderen. Ja, een BGV. 38 en 18 ook staats 2. 21 staats 2. Oh joh, Nick is geweldig. Wat dan? Je had mijn VTA gewoon al helemaal afgehaald. Zonder sirene, zo. Netjes. Ja, hij heeft er nu één voor vermoord op. Ik check zo de chat weer even, maar volgens mij vragen jullie niet specifiek iets aan mij. En zijn jullie gewoon lekker onderling aan het ouwe hoeren. Dat vind ik natuurlijk ook leuk om te zien. Met 4 collega's bij Polita Garage werken we samen met die Bosniak, Kiki Kleding. Waar moeten wij? Audi. Oh ja. Positief, wat check oh, jij leest je VTA voor. Ja, samen met
Jeroen, dus ik denk dat hij ook een VTA heeft. Ja, maar Jeroen Wozniak is sowieso vuurwapengevaarlijk, dus die moeten we eigenlijk bijna preventief wel gaan lopen fouilleren en controleren. Heeft Jeroen Wozniak geen VTA dan? Ja, misschien omdat hij telkens gepakt is en het afgehandeld is dan. Gaan we even checken. 51, 47, staat nu met Jeroen voor je naar, laten we hem We zijn met 6 voertuigen of 7, dus als we hem inboxen, staat links van de UWV. Hier is genomen. AWB voor politie. Geen bericht. Die backup melding met je niet rijden, dus een grote melding geworden. Dus. Oké, is vernomen. Ja, is vernomen, bedankt. Gaan we hem inboxen, staat maar op de wandtrekhak voor nog. Doe maar, wij zijn blokkenpark, wij schuiven meteen aan als hij weg mag rijden. Je kan hem nu inboxen. Ja, positief, box hem maar in. Er zit er nog niemand in. Ja, hij gaat nu instappen, Inbox nu. De remmen van dit ding, hè? Ja, ik moest helemaal ontwijken, jongen. Kijk hoe lang ze... UV. Niet. 26 overige eenheden. Geef bericht. Wij hebben zometeen een arrestant van de bankoverval. Die willen wij vervoeren naan de gevangenis. Zouden wij daar een paar noodhulp of andere eenheden voor kunnen krijgen? Helemaal bittig V op UWV, persoon stapt niet uit. Ter ondersteuning. Waar is de noodhulp nodig voor we gaan heel even observeren, Huub, want geen zin dat we genakt worden in de rug met z'n allen. Collega's, staan met... We zijn nu in... Wordt er geschoten? Door wie wordt er geschoten? Wij gaan nu richting... Op de snelweg, wordt geschoten! Eerst dan wachten wij hem, Jan. Wij gaan snel weg, Huub. Ik loop een beetje straks eruit. Wij gaan snelweg rijden. 30-9 onderweg naar snelweg. Oh, ik ben er weer. Half. Hey, Huub, let op, snelweg. Huub, kan je achter mij zitten? Is dat nog mogelijk? Huub? Ik probeer het. Even zien. Wij staan... Als het goed is, zit ik achter je nu. Waar de fuck zijn die guys op de snelweg? Ja, ik zit achter je. Ja, die zijn ook niet gek. Die hebben hem ook al lang geboekt. Staat de snoot nu op? Er wordt nog steeds geschoten hier. Er wordt automatisch vuur geschoten op de UWV. Wie schiet op waar? Oh mijn god, ze zitten daar gewoon letterlijk. Nou, we zullen wel weer afgeschoten worden. Die dood is dood. Niet. Ja, positief. Heeft iemand de daders in zicht? Ik ben niet dood, gelukkig, voor de verandering. Ik zag hem niet. Oh mijn god, gaan ze zo vuren? Ah, nou word ik alsnog... Ja, oké, jongens. Ze maken ook echt letterlijk geen ruimte voor roleplay. Ik ga expres niet schieten. En alsnog word je daarna afgeknald. En had ik net zo goed ook meteen op die motoren kunnen schieten. Dat is dan weer jammer, hè? Ja, weet ik wel, Dieden. Maar ik denk, ik ga expres niet meteen op hun terugvuren, weet je wel. Dat is jammer. Wat is er? Is het gebeurd? Mensen, ik ga per direct stoppen, helaas. Ik vertel het later in Discord.